Ik heb vorige week naar jullie interview staan kijken na Jong FC Utrecht. En toen vroeg ik me af, wanneer gaat pech om in kwaliteit? En het dan met name het niet hebben van die kwaliteit? Ik denk als het een patroon wordt. Of hoe zeg je dat? Hoe zegt Peter de Vries, hoe zei hij dat altijd? Als het meerdere keren gebeurt, is het geen toeval meer. En wanneer is iets een patroon? Is dat na 8 wedstrijden al? Nou ja, ik denk dat als je gewoon een beetje de rode draad gaat kijken van inderdaad van die 8 wedstrijden, dat daar wel een hele hoop bij zit van het niet afmaken van de kansen waardoor wij geen wedstrijd hebben gewonnen. Dus dan zou je dat als een patroon moeten zien. Alleen, je doelt op mijn woorden van na de wedstrijd. Ik heb het niet bedoeld als dat ik vind dat er geen kwaliteit in deze selectie zit. Alleen, ja, je kan niet meer van pech spreken als het week in, week uit gebeurt. Maar ik heb het ook met de trainer besproken. Die zegt van ja, maar dat kan je eigenlijk pas concluderen als je wat langer de tijd neemt. Ja, dat kan. Alleen ik vind 8 wedstrijden vind ik ook best wel een hele hoop. En het was ook meer misschien bedoeld als een soort wake-up van dat er nu wel echt iets moet gebeuren. Ik snap ook dat je het niet bedoelt op de man. Maar het is natuurlijk gewoon een feit dat als een bal van je voet afspringt en het gebeurt niet 1 keer maar 6 keer, dat ook met kwaliteit te maken heeft. Ja, dan kan je niet anders concluderen dan dat zo is. Zijn die woorden ook zo binnengekomen bij je ploeggenoten? Dat zal moeten blijken. Ik heb wel geprobeerd mijn zegje te doen dat waar wij op dit moment staan met een club als ADO Den Haag, dat absoluut niet kan. En dat besef wel moet leven in de groep en dat we er wel een tandje bij moeten zetten om uit deze situatie te komen. Ik begrijp ook dat je je stem even verheven hebt. Nou ja, ik heb een probleem met mijn stem al een aantal weken. Dus dat zou heel mooi zijn om te zeggen dat ik zoveel heb gekozen, maar dat is niet het geval. Maar komt dat binnen? Dat hoop ik. Dat zal moeten blijken, weet je. Op training is allemaal leuk. Het zal gewoon in de wedstrijden moeten gebeuren. Die boodschap moet aankomen, want nogmaals, waar we staan, dat kan gewoon niet. Je noemde het een schande, 8 uit 8. Ik heb vaak het idee dat in zo'n selectie de wat oudere spelers dat meer met zich meenemen. Omdat die ook in de supermarkt erop aangesproken worden of bij school of andere plekken. Geldt dat voor de jonkies ook? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat je het als jonkie, weet je, natuurlijk, dat heb je zelf ook gehad. Dan laat je het wat makkelijker van je afglijden en je gaat wat snel weer over naar een nieuwe week. Alleen, weet je, na een aantal wedstrijden is dat goed hoor. Als je, weet je, na een slecht resultaat, dat je een keer eroverheen stapt. Alleen, je kan niet na 8 wedstrijden 1 overwinning, kan je daar niet zo makkelijk overheen stappen. Maar dat pech of kwaliteitsverhaal, bespreek je dat dan ook met de trainer of met medespelers? Nou ja, tuurlijk, we bespreken die wedstrijden gewoon na en we kijken beelden en daar zitten best wel een hoop goede dingen tussen. Alleen ook een hele hoop dingen die gewoon beter moeten en ook een aantal dingen die week in week uit terugkomen. Dus dat bespreken we zeker, ja. Maar komt dan ook pech en kwaliteit naar voren? Want dat is toch uiteindelijk de waarheid en eerlijk tegen elkaar zijn. Als je dat doet, dan kom je toch een stap verder? Ja, zeker. Dat hebben we ook absoluut besproken deze week, dat het acceptatieniveau naar elkaar toe, dat hoger moet, dat we kritisch naar elkaar moeten zijn. De volgende stap is alleen gewoon dat je gaat leren van je fouten. En dat is iets waar we te vaak tegenaan lopen, dat we dezelfde fouten blijven maken, waardoor we wedstrijden niet winnen. En daar moeten we wel een stap in maken. Word je er ook niet scheidsziek van dat je dan iedere keer maar al die woorden weer opnoemt? Hè? We creëren de kansen wel, maar de goals niet. Het geloof is er, we hebben hard gewerkt, we hebben er alles aan gedaan. Maar uiteindelijk sta je gewoon met lege handen, of althans met een punt in dit geval. Ja, maar dat voelt als lege handen. En dat is inderdaad al een aantal weken op rij waarin je achteraf zegt van jeetje, deze hadden we gewoon moeten winnen. Deze hadden we over de streep moeten trekken. Alleen het is weer niet gebeurd. En ja, wat je zegt, daar word je wel eens moedeloos van. En nu dan Os. Hè? Alle woorden kunnen we weer op tafel leggen. We gaan het doen, we creëren de kansen, we geven alles. Wanneer komt dan die tijd van geen woorden, maar daden? Ja, dat zal in de wedstrijd moeten blijken. Alleen, we beginnen weer opnieuw. Hè? Zoals op nul. Op nul. En we hebben goed gesproken en alles. Alleen het antwoord daarop zal in de wedstrijd moeten komen en niet voor de camera. 11 tegen 11, denk ik. 11 tegen 11, bal is rond. Het is geen gras, maar kunstgras. Maar nee, goed. Alles is duidelijk, weet je. Het moet gewoon gebeuren vrijdag. De tijd van lullen is voorbij. Dat is het zeker, ja. Dankjewel. Thanks.